Hallo allemaal, zijn jullie allemaal er klaar voor Halloween? Ik ga jullie vandaag laten zien met de nieuwe chalkverfmarkers die ze bij de Action hebben, dus de chalkmarkers, hoe je een heel makkelijk een decoratie maakt op de muur. Als je de markers voor het eerst uit de verpakking haalt, moet je ze even goed schudden. En daarna moet je ze op de punt duwen en dat duurt zeker wel een halve minuut tot een minuut voordat de verf eruit komt. Blijf gewoon duwen en blijf gewoon schudden totdat die helemaal verzadigd is en daarna kun je dus gaan gebruiken. Deze markers zijn nu 1,69 per 2 bij de Action. Ze hebben heel veel verschillende kleuren. En je kunt er dus van alles mee maken. Je kunt het mee op de raam schilderen, op krijtbord. Nou, als eerste waar je mee gaat beginnen is een schoon raam. Ik heb mijn raam dus even schoongemaakt met glasax. En ondertussen worden we ook geholpen door onze nieuwe puppy, onze miniatuurtackle. En op de achtergrond zie je ook even de zwarte kat van de buurvrouw die mee aan het kijken is wat we aan het doen zijn. Als het raam dus schoon is en je hebt een goede hulp naast je zitten, ga je dus op je raam tekenen wat je wilt. Ik ga nu dus Halloween decoraties tekenen, maar je kunt dus ook zo meteen kerstdecoraties tekenen, want het is ook heel makkelijk af te wassen. Nou, de markers werken heel goed moet ik zeggen, de zwarte dekt heel fijn. De witte moet ik zeggen, die was iets minder dekkend, maar het kan zijn dat ik hem niet goed genoeg geschud heb. Dus daar moet ik even goed naar kijken. Maar verder werken ze heel fijn en heel lekker. En ik had eigenlijk binnen een 10 minuten tijd een hele leuke versiering op de ramen gemaakt. Dus ze zijn echt een aanrader voor het aankomende seizoen om leuke dingen mee te maken. Teken nu dus alles heel vol. Totdat je tevreden bent. Ik heb een spinnenweb getekend. Ik heb een vleermuis getekend. Een spookje. En ik had aan de buitenkant heb ik al stickers zitten. Van de Glow in the Dark stickers. Dus ik verwacht dat het s'avonds ook heel leuk eruit ziet. En daarnaast wilde ik ook graag Happy Halloween erop hebben. Je ziet dat ik een spinnenweb maak. Dus gewoon dus de lijntjes en boogjes te maken. En het spinnetje wat ik dan eraan vaststeken. En uiteraard word ik goed geholpen door Max. Die goed kijkt of het goed gaat of niet. Op een gegeven moment wilde de verf oplikken, dus moest ik hem aan de kant zetten. Dan teken ik hier nog een spinnetje. En dan teken ik dus Happy Halloween in het spiegelbeeld erop. Dus even goed nadenken dat je letters goed neerzet, maar het is goed te doen. Het nadeel van de val van de rode liep een klein beetje uit. Dat was in dit geval niet zo erg, omdat het nadeel bloed leek. Maar je moet echt zorgen dat je niet te dik veel verf erin hebt zitten, dus je moet goed schudden. Nou, op de voorkant van de raam heb ik eerst dus de verf op mijn hand gedrukt. Dus ik heb mijn hand ingetekend. En deze op het raam gedrukt, waardoor je echt dus handafdrukken kreeg. Dat maakt dus een leuk bloederig effect. Ook een leuk tip. Nou, ik wil deze markers zeker aanraden. Ik ben er heel tevreden mee en ik ga ze zeker ook vaak gebruiken om een leuke decoratie te maken op de muren. Dus voor die 1,69 echt een aanrader, ren naar de Action om ze te halen. En hier hebben we dus het eindresultaat. De bloeden vegen op mijn deur. En mijn raamdecoratie. Ik vind het super leuk geworden en hopelijk jullie ook. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet ook niet even om ons te volgen. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Doei!